Alsof iemand je hoofd gewoon vastpakt en tegen een rasp houdt houdt ofzo. En dan zo... <laughs> en dan heel die huid Welkom allemaal bij de 43 e aflevering van Beats Borrels. Wij Jeroen Doof naar Kasper Kafferhauser. En ikzelf Ruben praten over ons leven in de muziekindustrie en onze visie op de muziekindustrie. Welkom heren. Ja, dank jullie wel. Bijna een jaar. He's back. Kafko. Ja, ik ben back. Ik was even uh, in, in Malaga. Was lekker. Was heerlijk. Is Echt nice. Ook ik zo die jas even want ik kreeg het Ja, het is niet zo warm als in Malaga, hier, maar het is ook niet zo, nee, zo koud. Nee, maar die jas hè? maakt heel veel hey. oh, heen. Nee, leuk ik leuk. was even tussenuit en het uh, was eigenlijk wel, uh, was wel echt lekker, met de kleine ook en de uh, vrouw. Lekker weertje. Heerlijk. En uh, ja, mooie stad, lekker eten, Zo tapas. Ik was er eigenlijk nog nooit geweest. Hè. En uh, toen kwam mijn vriendin, dus we zullen naar Malga gaan. Maar, ja, wow. wel, wel nice, zo makkelijk te bereizen. En jij bent er al een paar keer, of was je ook een? Nee, dat was de eerste keer dat ik was ah. ja Nee, was top, was top. Maar terug, uh, op tijd terug voor uh, de Elven van de Elfde, Kasper. Maar die ja. kan jij niet missen natuurlijk. Nee, die kan ik zeker niet missen. Dus dat was de afgelopen uh, zaterdag. Elfde van de elfde in, uh, in Oeteldonk. En uh, ik begon vrijdag al een beetje met een, uh, een klein showtje. Van uh, een alter ego-kerm met een kwakert. En uh, zaterdag ook twee showtjes. En, uh, en lekker lopen zuipen natuurlijk. En gezellig doen. Dus lopen harken en lopen zuipen. Lekker man. Ja, en dan moet je kijken. Dan moet je dus zorgen dat je dan uh, de balans. dat die ongeveer uh, goed zit, zeg maar. Hè? Maar vrijdag ook al. Ja. In een kroegje. Is dat normaal in, in de bos dat het dan... Nee, ja. Oh. Het is. Het, het was best rustig, moest ik zeggen. Met op optreden was wel nice, maar de, de stad was echt uh, was, was best wel uitgestorven. Een paar jaar geleden, Vroeger was het wel wat drukker, maar van de laatste jaren is het volgens mij gaat niemand echt meer de dag ervoor. Maar echte die diehards gaan dan soms. Ja, hier in Tilburg een van. pas vanaf vorig jaar. Daarvoor was het ook wel, maar uh, omdat het nou twee keer in het weekend valt, ja. of viel dat het wel echt veel drukker was dan de, daarvoor. Ja. Daarvoor was het niet zo'n hele, hele, hele hype in Tilburg. Met nee, 11. Helemaal niet, nee, nee. Het is echt pas de laatste twee jaar of zo... dat het echt ja. extreem gevierd ja. wordt. Natuurlijk heb je de liefhebbers die je altijd wel gaan... maar ja. het is maar een select groepje. Ik denk in Den Bosch had het altijd wel... De, ja, het is ook het is is. daar sinds uh, 2011 dat het bestaat. En het wordt, uh, dat oh, het is, serieus? Ja. Is het dan ook expres 2011 geweest? Ja, ja, ja volgens mij wel, ja. omdat het dan... Uh, ja, 11, 11, ja, of ja. zo. En uh, het was nog even hommels in uh, Den Bosch zag ik. Had je dat gezien? <laughs> ja, wat was dat joh? Ja, dat was een, een carnavalsvereniging uh, die op de vuist ging met de politie. Ja, en maar dan hadden ook oude... instrumenten bij zich. Ja, ja, dat was. Dat... Een soort van blaasorkest. Ja, dat dat, 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 hebben de meeste carnavalsverenigingen in Den Bosch zeg maar. Oh, jawel. oh dat, Ja, natuurlijk. Ja. Die gaan echt uh, op straat muziek maken. En kreeg een agent uh, een beetje van een iets oudere vrouw een trompet in de, in de nek uh, gegooid, toch? Ja, 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 het was echt bizar. Maar ook totaal niet het volk dat je verwacht hiervan. Nee, nee daar, dat was uh, hilarisch dat ook die vrouw met die trompet aankwam. En uh, nou, die had even zwart voor de ogen, zeg maar. Dat was niet normaal, toch? Nee. Dan hoor je alleen maar, het zijn oude mensen! Het zijn oude mensen! No, Wat maar... zijn jullie bezig? Ja. Ze haait hem ook meer dan dat ze echt slaat. Toch? Nou nee, maar kijk, nee, leuk, ze slaat ik echt, echt ook door Ik had het gevoel dat het niet zo hard was eigenlijk. Ze doet echt dit hoor. Ja, <laughs> ja ik zweer het. Ja, ik vond het wel mooi. Ja, 100.000 bezoekers. Sick. Maar uh, ja, wel dus gevochten, helaas. Ja, maar ja, dat, is, uh, dat zijn die bossen daar weer altijd. Hè? Ja, ja, ja. Dat is Actievolk. Zou, zou het iets uh, een ontwikkeling zijn? Dat, dat mensen meer lokale dingen willen doen? Dat je ook kijkt bijvoorbeeld in Tilburg, dat dat... Mensen dan 11-11 carnaval gaan vieren, ja. En, en ik denk ook gewoon dat ze elke keer weer, zeg maar, de gewoon de horeca een manier zoekt om centen te kunnen verdienen, toch? Ja, dat is sowieso. Het is nou ja, het is nou niet denk ik ja, mensen vinden het wel leuk dat 11-11 is, maar het is gewoon als er iets wordt georganiseerd, gaan mensen naartoe. Mm -hmm. Ik denk nou niet dat er op de ruben zou niet erheen gaan als er ja, niet overal zeg maar muziek op zou staan. Dan zouden we niet in een of ander random kroegje staan waar dan toevallig carnavalsmuziek muziek wordt. Eruit. Waarschijnlijk niet. Nee. 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 Maar uh, ja, ik denk gewoon als je mensen een, een kans geeft om ergens te gaan feesten en te gaan drinken, en dan, dan doen ze dat toch? Ja, er moet wel animo nee. voor zijn, toch? Ja, maar ik denk dat er heel snel animo voor is in het land. Boys Colleg, met jullie naar Zit Er Muziek In. Oh, nice. En uh, twee collabs het keer. Ik ga het weer niet zeggen, maar ik zou het heel knap vinden mm. als jullie de namen gaan raden. Twee collabs. Een beetje mono? Of zegt dat dan uh, verbindingen? <laughs> een beetje chaotisch ook, toch? Ja, dat sowieso. Ja, en uh, het is een beetje stoer en heel fout door elkaar. Baslijntje zelf vind ik ja, ja. uh, wel dik, toch? Zeker. Zit zeker. Er zit wel drive in. Ja, en Het is wel heel veel, heel vol, uh, wat je bij zo'n soort baslijn uh, verwacht. Maar was het helemaal een mono? Ja, was dat het gewoon? Ja, ik, of, of dat kan ook uh, ik weet niet of het een verbinding ligt. Of, maar Als het goed is dus niet. Dus, het klonk uh, best mono ja, ja. hier in ieder geval, ja. ja. Ja, die kan het zijn, joh. Die kan het zijn, ja, ik heb echt geen idee, man. Ja, Hebben jullie wel goed opgelet? Ja, weet like, ja, ik nu blijkbaar niet. Oh, in het begin een... zei de artiest waarschijnlijk <laughs> gewoon de ik naam. Ik zet... <laughs> zet hem nog één keer op, ja? ja. Yes. Boys, to Boys man. the Man. Boys the Man. Boys two men. Ja, dat is wel een uh, legendarische band, uh, toch? Ja, ja. ja. ja een van, van mijn favoriete tracks all the time is End of the Road. Ik vind dat echt een geweldig nummer. Het is ja. echt een uh, ouderwetse boyband RB. Een beetje de, de voorgangers van de Backstreet Boys ja. en zo. Hè. Ja. Daarna zijn ze. Zeker. Maar met wie hebben ze dan samengewerkt? Ja, het kan echt iedereen zijn. Nou, weet ik niet dat je het zo hoort. Het, 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 geen chiesto. Geen ja, dat zou dus best wel kunnen, toch? De Denk machten. je dat dit chiesto is? Ja, kan. Chesto doet ja. Naja. Kan overal zijn stempel opdrukken, toch? Dat is wel waar. Het, is wel, het heeft wel house-invloeden. Ja. Het is een Nederlandse act, maar ook weer niet. Het is een Nederlandse ja, ook act. Ook het zijn een Nederlandse producers. Ja. ja. En waarom is het dan uh, ook weer niet? Je vindt het allemaal heel cryptisch worden, hoor, Ja, misschien moet je maar. Vengaboys uh... of zo. Nee, Casper niet één een... keer. Eén kokje. Een Nederlandse act, maar ook weer niet. Frans-Duits. Ja. <laughs> uh, nee, ja, nee, ik ga je het gewoon Nederlands zijn geboren in Curaçao. Ah, ja. kijk, het blijft ja. kritisch. Ja. Dat is ook Nederland, toch? Niet? niet meer. Nee. nee. Oh, ja. Maar daar we uh, ook weer niet. Dus ja, oké. Ja, 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 okay, ja. ja. ja uh, apart. Aparte combi, hè? Ja. En ook, uh, wat ik al zei, van chaotisch. Maar nee, je hoorde dus wel echt die house-invloeden. Maar ook weer in een heel commercieel en fout jasje of zo. Ja, en ik zag eerst hun namen bij elkaar staan. En ik dacht van, oh, zouden ze gewoon gesampled hebben of zo. Ja. En dat voor... Maar dat is dus niet. Ja, nee, want het is ook echt een N. En. en daar stond ik wel van te kijken. Dus ja, maar het kan het natuurlijk misschien... wel van een dat oude plaat zijn. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En misschien dat het daarom ook mono klinkt. Ja. <laughs> <laughs> nee, ja. Ik, uh, ik Met, denk dat ik het nog een paar keer moet horen, dat ik nog moet beseffen wat voor plaat het eigenlijk is. Of Beetje zo. te druk, hè? Beetje ja. te veel uh, van het goede. Misschien dachten ze van, we willen een keer even kijken als we een beetje wel allemaal los van elkaar lekker zeg maar Het is net als broodbeleg een soort van het is een combinatie die niet bij elkaar past maar apart wel lekker zijn toch ja zoals wat voor broodbeleg ja. <laughs> ik weet niet. ham met uh, pindakaas of zo ah, of... ik vind dus pindakaas <laughs> kan echt bijna bij alles en toch niet bij je vlees ja, met jam en met hagelslag wel ja, maar met sambal toch ook bijvoorbeeld. Ja, dat dus ja, ja, kaas. Dat er zijn ook heel veel mensen die pindakaas met kaas ja, Maar er is toch ook pinda toch van kaas toch? Ja, precies. <laughs> 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 Wil je weten waarom het geen pindaboter uh, uh, Ja, pinda ja, 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 boter pinde, heet in ja. van. Omdat boter volgens mij een geregistreerde merknaam is in Nederland. Ja. Ja, ik kwam dus laatst ook weer iets anders te, dat dat totaal iets anders was. Ja. Dus het zijn echt van die mythes Ik heb dit ook ergens, wel eens gelezen. Ja. Ergens, ja. Wat was het andere dan? Ja, dat weet ik nou niet meer. Maar het uh, stond in de, overal in de comments van: nee, dat is niet waar. Want uh, inderdaad, wat jij net, net zegt. Ik moet ook wel zeggen, ik heb dit een keer gehoord. Ik heb het toen uh, onderzocht. En ik kon er vrij weinig over vinden. Maar <laughs> toch een leuk feitje om te vertellen. Net over die mensen die het luisteren, toch <laughs> echt gaan opzoeken. Ja. Dan heb je niet meer gewonnen zoals ik of ja, jij, weet je. Natuurlijk gaan we opzoeken. Uh. Nee, ja, ik, uh, ik voel hem nog niet. Ik moet hem misschien een paar keer horen. Ik denk ook niet dat, die, dat het de plaat is die in de, in de clubs of zo gedraaid gaat worden. Nee. Ik vind het een beetje gimmicky, maar dan ergens mislukt. Ja, ik, wel, ik vind precies wel, ja, wat ik net zei: van allemaal aparte elementen losgoed bij elkaar. Ja, bij elkaar, kaas euh, ja, kaas ja ik in de met Ham. Ik wacht op de cijfers: uh, vijf. Ja, vijf. Nee, voor mij een 6,5, maar puur omdat ik de namen gewoon heel vet vind bij elkaar. Volgende track. Oké. Okay. Jeroen. Ja, dit is fucking ziek toch? Dit is heel ziek. En dit is eigenlijk ook echt heel goed voor uh, in de slaapkamer. Between the sheets. Between the sheets. En wie zijn het? Ik denk het een beetje als uh, Duke Dumont of zo zou het al. Kunnen zijn qua productie. Denk jij dat? Uh, is de, het een collab met een producer en een zanger of zo? Ja, een oh, producer okay. en zanger. Oh, okay. ja. Maar dj producer zijn. Ja, wel ja. twee. Hoe bedoel je? Om heel ik te zijn, weet ik niet of zij zelf <laughs> ja, produceert. Ik, weet namelijk, ik, ik heb na namelijk in één keer een vermoeden wie dit is. Oh. Ja. Ze heeft een van de grootste hits van uh, afgelopen jaar gehad. Oh, dinges Van uh, I can't explain. Peggy Goo. Peggy Goo. Peggy -Goo. Ja. Samen met Lenny Gravitz. Ja. ja. Oh, echt? Legendary, legendary samenwerking. Echt heel zo. En dan ja, ja. ook nog zo muzikaal, zeg maar, dat insane. Ja. Echt dik. Echt hard, hè? Ja. ja ik, had, ik moet zeggen, ik had de plaatjes dus nog niet gehoord. Ik heb alleen gezien dat ze samen iets hebben gedaan. En uh, platen luisteren, ik had die plaat geluisterd, want het is ook best wel vibe, maar toch houd je ook wel een beetje die RB-vibes erin. En toen dacht ik, nee, dat kan niet zijn, want ik hoor zijn stem niet. En toen kon hij pas later op die plaat. Want zij zingt volgens mij zelf ook gewoon op die plaat. Oh, zij komt dan... Wat, wat, dat ik denk, denk ik, want anders ja, zou... net toen je hem wegdraaide kwam... Ja. maar wie stem. was daarvoor? Dan was dat een sampletje. Dan moet hij dan. Nee, dan, dan moet ik Zo hoog. Is gewoon zo hoog. Ja, precies. Okay. Dat hij en zo hoog en zo laag zong. Ja. Dat is wel ziek. Ja, wel vette geluiden. Ja, man. Die classic M1-baslijn uh, en de uh, house piano. En hij grooved echt als een motherfucker, die bassline. Ja, heel ziek en ook wel uh, gedurfd of ja gedurfd uh, wel vet mm -hmm. dat ze langzamer uh, komt want je zeker de, de voor de hand liggende keuze was om uh, harder en sneller te komen en dan toch langzamer uh, te komen in een soort van langzame house ja. maar wel uh, best wel dik heel dik zou dit een nieuwe trend worden ja je hebt natuurlijk ook dat album gehad van Beyoncé er stonden ook zo, dit soort dingen op mm -hmm. En dat heeft u toen niet helemaal doorgezet. Een paar tracks wel, toch? Ja, ja maar een paar. Maar het was niet dat. De, da, daardoor werd het huis wel uh, groter. Het ja. grote publiek, zeg maar. Maar het is wel een beetje die vibe, toch? Ik vind het nog, nog trager. Ja, het is wel nog trager. En ja. ik vind het uh, nog vrijer. Wat ik ook bij, ja, bij Lenny Kravitz. verwacht, gegeven. zeg maar. Dus dat, ja. ik vind die samenwerking van deze ja, twee vind heel dik. Grandioos. En ja, natuurlijk sowieso in Afrika. Uh, uh, Amapiano, kun je vinden een beetje kennen. Mm -hmm. Dat zie ik ook van dit tempo, wel met een iets andere groove erin. Ja. Daar staat iedereen in die clubs gewoon, ja, op dit tempo gewoon los te gaan, zeg maar. Fabi, ja, 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 ja. Um, ja, ik weet niet. Ik, zou het een trend zijn? Ik denk gewoon dat dat je en langzamer en sneller gewoon nu door elkaar. Hebt je hoort. Maar je hoort nog steeds. Als je weet dat het van haar is, dan klopt het wel. Het is wel nog steeds dezelfde stijl, alleen het is gewoon. Ja, je hoort de de, de geluidjes. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Die, die heel veel mensen uh, gebruiken wel, maar... Uh, die, ja, ik vind ze wel heel dik. Ja. Ik gebruik die zelf ook graag. En jij zegt dat ze misschien het zelf niet uh, maakt? Ik denk dat zij niet alles zelf produceerde. Maar dat... Dat, ik... dat weet ik niet. Want ik heb dus ook wel eens een paar uh, dingen voorbij gezien komen van dat ze wel in de studio bezig is. En ook die melodie speelt van... Uh, <laughs> uh, hoe heet die laatste na-na-na-na? It goes like na-na-na-na. Dat yeah, ze die ja. echt... Uh, ook live op de piano en ja, zo. Wel speelt. Ja, 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 ja. Dus ik denk dat ze meer doet dan wij dachten in het begin. En jij dacht het ook, toch? Ja, ja, ja. ja toen, toen uh, die ene hit van haar, die daarvoor nog was. Starry Nights. Starry Nights. We ja. dacht ik dat ze dat jezelf had gemaakt. Maar uh, dat dus heb ik waarschijnlijk helemaal misgezeten. Ja. Ja, echt uh, vernieuwend. Zieke combinatie. Ik had van Lenny Kravitz nooit verwacht dat hij zo'n samenwerking zou doen. Maar dan denk ik ook wel van... Oh, hij merkt dus wel ergens dat zij een... Eigen sound heeft of echt mm. een, een artiest is, want anders zou hij dat niet doen. Zeg maar. Ik denk dat hij ik wel heel niet. specifiek is mm. en met wie hij samen zou werken. Ik, ik verwacht van hem niet dat hij bijvoorbeeld met zo'n Martin Garrix of zo samen zou werken, op een of andere manier. Maar dat is gewoon het beeld dat ik, dat ik van hem heb. Ja, maar zij hij is natuurlijk ook echt cool. en Zij is ook ja. echt cool. Ja, precies. Dus ja, dat past echt fucking goed bij elkaar. Ja, ik vraag me dan, uh, het is heel interessant om te weten hoe zoiets tot, tot stand zou komen, hè? achter de schermen. Het ja. is best wel vet natuurlijk, zo'n ja. onverwachte samenwerking met echt een... Ik had eens wat een gelezen. Alleen de release-tekst is redelijk plat. Oh, van de, 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 de pestverhaal. Ja, ja nou. precies. En? Dus dat is niet... Nee, dat is gewoon dat ze... De, de, over de samenwerking, maar niet echt tot stand tot of zo. Maar ik moet zeggen, ik heb niet heel veel tijd gehad uh, net om onderzoek te doen. Dus. Hm. Wel zonder zou leuk zijn voor de podcast. <laughs> nee, ik vind het hard, man. Ik, uh, ja, dit is een van de weinige platen die je dan een keer hoort en denkt: van ik, deze gaat gewoon in mijn playlist. En ook wel voor een uh, langere tijd. Dat je nu eigenlijk al weet: van over een jaar vind ik dit nog vet. Ja, mee eens. Cijfer? Ja, ik ga wel richting. Ik uh, ja, gewoon een 9 voor mij, man. Uh, ik wou uh, hetzelfde geven. Een soort copycat, maar uh... jullie zijn eens uh, ja. gezind vandaag. Wacht, wacht, wacht maar tot die uh, volgende blokje. Ja. Tempo. Ja, hele goede tune jij en jij. Uh, tien. Zo! Hij geeft hier gewoon een tien maat. Ja. Nee. Heb je hem ook al zeg maar meer geluisterd sinds dat hij uit is? Of ben je er vandaag achter gekomen dat? Hij ben er is? vandaag achter gekomen en ik luister hem en ik denk van. Ja, ik vind, ik, vind het, ik vind het creatief. Ik vind de sounds vet. Maar ik ben, ik ben ook altijd fan geweest van de tracks van Lenny Kravitz. Ja. Dus daar zit er ook voor mij een beetje aan vast. En dan vind ik die samenwerking ook mm -hmm. gewoon dik. En heel dat gevoel, wat ik bij de vorige samenwerking ook had, dat ik dat, dat ik dat nice vond. Heb ik dat bij deze nog extremer. En het is een vernieuwende sound, want ik verwacht het niet. Want je denkt de ja, eerste ja, keer dat ja. je hem luistert denk je van, hè, weet je wel, welke kant gaan ze op. Maar ik vind het wel gelijk vet. En dat is wel de eerste keer dat ik hem luisterde. Mm -hmm. Dus dan, dat, ja, dan vind ik al die factoren bij elkaar dat dat. Ja. Uh, tien verdient. Ja. Lijp. Sick. Maar nu gaan we naar echt iets sicks toe, jongens. True. Het tempo is het tempo! Revelers. <laughs> oh, ze zijn back in the building. Mm. Snap tap. Snap tap. Halfleverancier. Was veel aangevraagd <middels> Joh. Kasper, neem ons mee. Uh, <laughs> ja, ik kreeg gelijk, uh, visualiseerde me uh, gewoon in één keer iets... Alsof iemand je hoofd gewoon vastpakt en tegen een raspaan houdt ofzo. En dan zo. <laughs> en dan heel die huid eraf gaat. <laughs> heel die huid eraf Is het een sadistisch sadistische... Ja, ik weet het ja. niet. Het uh, ja. kwam gewoon in me op. Ja. apart hè, dat ging heel snel. <laughs> maar je hoort dus agressief van deze muziek. Ja, het is, dit, dit, dit is agressief en grappig tegelijk eigenlijk. Dus er zit iemand zijn hoofd als pisschap Ja, maar dan op een, Tom, een soort... Omdat het zo abzicht is. Oh, ja, op een ja, ja. soort van Tom en Jerry manier of zo. Oh, oh, ja. oh nee. Oh. Dan snappen we het. Ja. Uh, ja, het is gewoon agressief. Want het is gewoon... Maar ook gewoon... Ook gewoon rappig. Want het is ook... <laughs> ja, ik weet het dus... ja, nee. Het is best wel vrolijk en agressief. Ja, ik vond dus... Uh, ik denk dat we nou twee of drie weken achter elkaar hebben gehad... dat ik het echt helemaal niks vond. Ik vond deze... Uh, gewoon hard houden. Ik vond het heel gecontroleerd allemaal. Mm -hmm. Ik vond ook wel vet... Uh, die, die vocals... Ik kon er de ballen van verstaan, maar ik werd er wel zeg maar, door, door, door geraakt. Ja, ik, ik werd er wel in meegenomen dit keer. Ik zou hier wel op, op los gaan op de dansvloer. Er had in ieder geval melodie in. zat. Nee, maar ik voelde hem wel. Terwijl ik normaal gesproken wel echt veel meer van de melodie en. Ik vond hem namelijk best, best, best wel lom. Ja, en ik best, wel best wel plat meevallen. Ja, Was plat en ik kan dus ook niet echt ja, ik vind duiden, bad, denk ik. Maar de niet heel erg duiden wat het dan was. Dit keer waarom ik het vet vond, misschien dat ik het ook op een ander moment op de dag luister, want we nemen nou de podcast een keer 's avonds op, dat ik in een andere state of mind ben. Maar hoe uh, ja, voelt het wel? Ja. Of je bent gewoon naar de Elf van de elden gegaan en je hebt meer van die dat zou best gehoord en denkt van nou, 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 kan ik beter levelen? Ik zit nog een beetje in je bloed. Ja. Te komen. Ja. <laughs> ja, nice. Moderne sirene als je hem zo naar doet. Hele snelle. Wie mm -hmm. wel Nee, ja, ik. 7 uh... min. Dus, dus, oh, dat uh... vind je nog beste. <laughs> ja. Ik was ook van plan rond dat te geven, maar dat vind ik dan nog best wel hoog voor hoe plat jij hem en vond en niet muzikaal. Ja, hij en... blijft wel hangen. Ja, ja, toch? En dat is, is hetgene waar ik ja. Ja. de hele tijd. Is... Ja. 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 Hij blijft hangen. Toen dacht Zeker. ik van ja, is misschien toch wel goed. Ja. Is misschien toch wel goed. Hij heeft dus wel iets melodisch. En dan uh, komt op mij toch wel anderhalf pintje komt erbij. Is ja, dus dan is zeven min? Ja, acht min voor mij. Zeven half. is toch weer goed gedaan. Wie eens. Ja, jongens. Ja, legends, banger alert. Het weet... fijne is dat we voortaan echt omkomen in de, in de opties. Er Wordt flink gereageerd, ja. voornamelijk onder jouw uh, video's. deze weer een laatste. Hoe heet deze plaat nou? Snaptop. up. Snap ik heb hem in je playlist zetten. Nou, dat weet ik nog niet. Zou maar, deze het goed doen in de slaapkamer, Jeroen? Zo. <laughs> <So. lacht> Normaal gesproken ben ik al snel nou klaar, maar die <laughs> uh, scolmen dit ding. Al eind van de nummer niet. <laughs> Ai, ai, ai. Ja, dat was het niveau. Het is met uh, een groep de slaapkamer weer <laughs> gaat, volgens mij. <laughs> Eerst die rasp, en nu wordt het in een, een soort van gangbang bij jou, hoor. Ja. <laughs> ja. Ah, <laughs> dat zie ik gewoon voor me. Je merkt dat hij een week in vakantie is geweest, hè? <laughs> maar, 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 maar waarom vakantie waar, is zo degelijk, jongen. Ik niet aan dat soort dingen. Waarom denk jij aan een orgie bij deze trek ja, omdat je dus snel klaar moet zijn, omdat hij dus wel doorloopt, moeten dus meer <laughs> mensen ja. volhouden. Oh, ja, ja, dat is ja. toch logisch? <laughs> ik, had, ik had ook niet zo bijna gedacht. Dat nee. die zo treintje bedoel, <laughs> <dan laughs> mensen. Ik ben wel blij dat we weten wat. Uh, wat je wel, mannen en vrouwen gewoon ja, 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 als, even, als even in verhoudingen. Elkaar, als even even ja, in verhoudingen. Ja. Ja. Moet je afsluiten met goed ja. nieuws? Ja, ja, ja. zeker. Ja. Oh, wat is goed nieuws? Uh, ik heb een Paar weken geleden het over dieren gehad dat ze die royalties uh, zeg maar een uh, minimum gaan uh, instellen, ja. Ja. dus boven de 300 streams of uh, 3000. Was het daar dat je pas betaald kreeg en dat daarom mensen waarvan de muziek meer geluisterd wordt meer uitbetaald krijgen. Spotify hetzelfde doen, hè? Hetzelfde doen vanaf 1000. Vanaf 1000 ja, luisteraars, 1000 streams per nummer, dus de eerste 1000 streams krijg je niet. Ja, nummers die nooit je... boven de 1000 streams uitkomen. Ja. Die krijgen niet uitbetaald. Maar je krijgt die 1000 wel als die van wordt wel meegenomen. Ja, het is. Ja, oké. Okay. Maar dan spaar, uh, maar... Maar dat is dat dan, is nee, er dan het veel percentage. Is, is dus... er dan veel bij elkaar? Er staan dus superveel nummers. Ja. Op Spotify die minder dan 1000. Daarom is die payout steeds lager. Ja. Dus zij nemen volgens mij als ik het goed zag ze Maar dat ik, dan zou je toch zeggen van als je 300 streams hebt dan is die payout ook niet veel. Maar dan alles bij elkaar. Is ja, en alles ja, bij elkaar, want zij krijgen veel. ook geld. En daar zit het ermee natuurlijk. Dus je hebt alle nummers en dan heel veel van die streams zijn, het, 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 de massa is natuurlijk mm. onder de duizend. Dus er was nog best een groot percentage, zeg maar, uh, van, van, de, van de, 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 de nummers die, die, die minder dan duizend luisteraars hadden. Het ging ook over de lengte van nummers wat langer moest, toch? Ja. In ieder geval, uh, ja, ja, ja. En ook, want je hebt ook tracks als White Noise en zo, ja. puur erop en zo. dat, dat dan was ze ook, allemaal, ja. of in ieder geval niet offline halen, maar dan gaan ze ze niet dus niet meer uitbetalen. Nee? Hoe ze het gaan controleren? Nee, want ik was. Uh, nou, Ik weet nog, ik heb zelf natuurlijk een kleine. En ik had vorige week uh, een kleine van mijn uh, zwager te uh, gast dat ging ik oppassen. Toen dus had ik weer zo'n ruisgeluidje opgezet om die ja. baby rustig uh, te krijgen, dat hielp wel, maar dan zag ik, eh, dat is gewoon 30 miljoen uh, streams of zo, 40 miljoen. Dat is echt ziek hou. Maar uh, is, die zou ik dan niet meer uh, gaan verdienen. Ja, jawel. ja, volgens mij wel. Maar als, het, als uh, de sound uh, niet langer is dan een half minuut of. Dit gaat echt om, blijkbaar zijn er dus ook heel veel snippets of dat soort dingen online. Dus het moet, of misschien was het, ja, of het was juist dat het over uh, speech dingen gingen. Maar ze gingen dus bepaalde, ja, geluidsbestandigingen dus proberen te, te weerhouden van Spotify. Hmm. Omdat er misbruik van ge gemaakt werd. Kijk, als je het inderdaad hebt over een white noise waardoor kinderen gaan slapen. Dat heeft nog enige functie, maar volgens mij werd er gewoon heel veel misbruik van gemaakt. Dat mensen gewoon iets op Spotify zetten. Wat dan misschien 10 seconden duurt onder een bepaalde naam dat mensen daarop gingen zoeken, hmm. zeg maar. En dat werd tegengehouden, in ieder geval. Dat was die ja, okay. idee. Want je krijgt natuurlijk pas uitbetaald vanaf 30 seconden, geloof ik, hè? 30 ja, seconden dat, dat was altijd al, mij. Ja, dat was altijd al. En dat is nou niet meer bij elk genre. Oh. Dus snap je, degenen die white noise hebben, bijvoorbeeld, die worden niet al vanaf 30 seconden uitbetaald. Ah. Het zal nou, heel wat... veel schelen, denk ik, uh, voor ons. Not, maar ja, ja, denk alles ik is meegenomen. Maar het is in ieder geval goed dat, dat er nou meerdere volgen. Ja, absoluut. En uh, dit is natuurlijk het begin. Ja, ja. En dat die platformen ook deels dat moet, dat moet gemodereerd worden, toch? Ja, en... maar het, het kan bijna niet gemodereerd worden. Maar waarschijnlijk zijn er nou AI systems waar dat door beter ja. kan dan ja. eerst. Want ja, je kan het niet zoveel ...bullshit het, tegenhouden. Het ging er dus ook nog om voor beginnende muzikanten. Dat ene groep zegt van ja. Dan verdienen ze helemaal niks meer aan de muziek. Ja. Maar de andere zeiden van ja, nee, maar ze verdienen nou sneller wel meer aan de muziek, want anders is het toch niks. En ja. ik, ik zit meer aan, 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 ja. de, tweede, ja, aan zeker, de tweede te zeker, denken. Zeker, absoluut. Ja, want uh, duizend streams is, uh, als je het zeg maar, een beetje geluk hebt, 4 euro op zijn meest of zo, toch? Uh, ja, minder. Drie, nog wat, inderdaad, toch? Ja, ja. Ja, en dan moet je dus 100% recht... ben je dus 100% recht hebben. Ja. Ja, sorry. Sorry. Heb je geen label. Dan een die verdeling erin. 20%. Ja. ja, nou, dat was hem, jongens. Dat was gezellig zo'n s'avonds een keer. Dat moeten we ja. vaker doen. Ja, ja. jongens. Goed, joejoe. Ciao, ciao. ciao do.